that not verwachten. En u moet zich diep en diep schamen. Okay. En uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen. Money, I want it. Give it to me in buckets, in wheelbarrows, in suitcases, in truckloads. Hey, the 60s is over, man. And if you think the world is gonna wait around till you get hip to the fact that money talks and bullshit walks, then I'll see you in the soup line. It is an animal state. We are in an animal state. It's dog eat dog. And don't forget it, Bow Wow. There are old people out there think a can of Alpo is a feast. And in case you were asleep during science class, let me clue you in. We all get old. Oh, but you cry out the dread words. Communism, commercialism, materialism, capitalism. What do you want? Communism? Socialism? Try this on for size. Poverty with a capital P. I'm talking about holes in your shoes, no food at the table, no chump change blues. And you say to yourself, oh, I'm okay. I got my VCR. I got my two-year-old car, my mortgage shack, my polyester slacks, my all-you-can-eat salad bar at the Boom Fucking Burger. Come on! These apps. Je bent zo lastig, dit waar. Je bent zo lastig, dat we niet verlicht, zonder lamp. Rousseau is dus niks. En Marx, let eens in korten zijn. Man gibt eigenlijk niet deze of jene theorie af, zonder den klauwen überhaupt. Oder met het schwärmerische optimisme des 18. Jahrhunderts unzulängliche Tatsache. Ik blijf dit doen op deze manier, omdat ik oprecht geloof dat ik gelijk heb. Ja, ik zou eigenlijk een heel lang verhaal hebben willen houden hier. Met redenen die ik eerder besprak, zal ik dat op een ander moment vertellen. Want ik denk dat het nog steeds heel belangrijk is om het helemaal op te knippen en het helemaal uit te lichten wat hier nou gaande is. Kijk, dit specifieke wetsvoorstel, dus het uitbreiden van de QR-plicht in niet-essentiële winkels, niet-essentiële dienstverlening enzovoort, is een zoveelste stapje. En elke keer is het weer hetzelfde thema natuurlijk dat speelt. Waar hebben we nou eigenlijk mee te maken? Wat is de endgame? Wanneer houdt dit nou eens een keer op? Is er een situatie, is er een omstandigheid waar... creëren van een groep tweederangs burgers. En zeker als daar het 2G-systeem zo meteen bij komt. Kijk, eigenlijk is het hele 3G-systeem ook al fictief, want geen mens gaat 3 of 4 keer per week zo'n test doen. Dat is eigenlijk, is dat al een feitelijke uitsluiting. Ik bedoel, in een enkel geval kan je wel eens een keer dat doen, maar in de praktijk, niemand gaat dat elke dag doen. Dus je bent al van heel veel dingen uitgesloten, maar dat wordt alleen nog maar meer. En er is in de pers en zo wat gedoe gekomen de afgelopen dagen over
vergelijkingen die je dan niet zou mogen maken, of die alleen bepaalde mensen mogen maken. De deugende mensen mogen die vergelijking maken, en de mensen die een ander standpunt toegedaan zijn, die mogen die vergelijkingen dan schijnbaar niet maken. Maar de Tweede Wereldoorlog is nooit ver geweest van de algehele beleving. Hè. De Tweede Wereldoorlog wordt elk jaar herdacht. Er wordt continu in allerlei politieke maatschappelijke debatten, bijvoorbeeld over immigratie, of over de Europese Unie, of over moderne kunst, noem het dan maar op, worden altijd referenties gemaakt naar de Tweede Wereldoorlog. Heißt Erika. Heiß von
Yeah.